I've won tournaments, not with the best players, but we've always had the best team. Yeah, my name's Gordon Tetchins. I'm from New Zealand. I'm the All Black Sevens coach, and I've been coaching this team now for 21 years. I think your people skills are very, very important. I think not what you know tactically or technically, it's all about your people skills and also commanding respect. And if you've got the respect from the players, you've got the people skills to communicate, that certainly goes a long, long way to getting the performance from the athletes that you coach. Mooi om te zien dat jonge coaches aan tafel veel dingen opschrijven. Nou, Gordon bleef praten, dus veel ruimte voor interactie. Dat werd ingevuld door hem. En ik denk dat hij een hele mooie boodschap heeft overgebracht. En dat elke coach die hier aanwezig was, daar echt wel iets uit kan halen wat voor hem of haar past in zijn of haar dagelijks werk. Van minuut 1 zit je dan echt aan zijn lip gekluisterd en dat is zo mooi. Hij vertelt goed, hij vertelt inspirerend. Heel veel zaken die vertelt, die kan je heel snel ook naar de sport, het short en schaatsen, vertalen. En ja, dat is wat ik zeg, ik heb er een uur, anderhalf uur naar hem kunnen luisteren. Dat was hartstikke leuk. Nou, het is altijd heel leuk om iemand te horen die vanuit passie praat en ook nog ontzettend veel ervaring heeft en mooie resultaten. Dus ja, dat is wel heel gaaf dat iemand helemaal zijn leven zo in op tafel legt eigenlijk en deelt met ons. Now we have red, yellow, green. Every player in your teams or athlete should be aspiring to be a green. You have yellow and you have red. And I've got a great chart and you can pin it up in your team room or wherever and you get athletes actually have a look at it. If you're red, red means too hard, too tired, always rings the bell. If we're yellow, just does enough, sometimes rings the bell. And then you've got the athlete that's aspiring or is a green, is he does all the extras, never rings the bell. In my All Black Sevens team now, I have 70% of my players are green. I've got 30% of my players that are yellow. But I've got no reds. If you've got reds, they destroy you. Nou, ik vond zijn verhaal van de SAS, hè, dat Engelse militaire elitesysteem met rood, geel en groen en de bel, dat vond ik wel interessant. Misschien moet ik daar wat mee gaan doen. Bij ons is het een individuele sport en dat is ook wel meer, je moet meer samenwerken. Het is natuurlijk heel leuk bedacht en misschien effectief, maar op dit moment is het, zal ik misschien even gaan kijken van goh, hè, zou het eventueel van toepassing kunnen zijn, maar ik zie dat bij ons nog niet meteen invoeren. The three most important words is could you please, which is courtesy. The two most important words is thank you, which is manners. And the one most important word is we, which is team. And the least most important word is I. And that's my philosophies and that's how I probably drive myself as a coach. De manier waarop hij spreekt en de kapstokjes die hij daarbij gebruikt. Dan dacht ik ook, nou, 6 woorden gebruik ik voor deze competentie, 5 woorden gebruiken voor deze competentie, 4 woorden, 3 woorden, 2 woorden. Vond die hoe hij dat aangekleed had, vond ik echt heel mooi om te horen. Er zijn zoveel coaches die hebben gezegd van ja, oh, ik ben op vakantie, dat past niet, maar ik had er graag bij willen zijn. Of nou, zelfs coaches die erbij zaten die midden in een belangrijk toernooi zitten, die toch de kans hebben pakken om hier langs te komen. Geef mij wat aan over het nut en belang.